Wel echt iets Brabants, de gezelligheid, de gemoedelijkheid, iets voor elkaar willen betekenen in een gemeenschap. Vaak is hoe kleiner de gemeenschap, hoe intenser iedereen zich inzet om er echt iets van gaan te maken. Men denkt allemaal verschillend en die komen dan op bij elkaar en dan moeten ze met elkaar hetzelfde doel, bijvoorbeeld zingen of voetballen of maakt dan even niet uit. Toch met elkaar iets zien te bereiken en, ja, en goed communiceren. Daar leer je heel veel van. Je leert er gewoon heel veel van. Ik denk dat voor een gemeente als Bernezen met al die verschillende kernen is het heel belangrijk voor de saamhorigheid. Als er een toneelstuk is in Hees of zo, dan neemt men voor elkaar toch de moeite om daar gaan te kijken. Als er bij het voetballen bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd is, dan zie je toch dat mensen daar toch belangstelling hebben voor, ook voor andere verenigingen. Ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Het is vaak wel belangrijk dat er dus enkele mensen leuke initiatieven hebben. En dan komt er vanzelf een club volk achteraan om die kar mee te trekken. Proost op de geslaagde repetitie. Ziet je goed. Het is heel gezond zelfs om ergens bij betrokken te zijn. Het geeft me toch wel een bepaalde voldoening. Dat we met z'n allen iets leuks kunnen betekenen voor Bernezen. Dat vind ik gewoon heel geweldig.